Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki heeft onderhoud met Executive Director International Trade Center. Parlement geeft goedkeuring aan wet zegelrecht. CARICOM-landen tekenen partnership agreement met Afrexim Bank. En loterijen en hazardspelen groeiend probleem in zaken money laundering. President Chandrika Persad Santokki heeft op donderdag 1 september 2022 op Barbados een ontmoeting gehad met Pamela Cook Hamilton, de executive director van het International Trade Center. Tijdens het gesprek dat gevoerd werd, heeft het Surinaamse staatshoofd de functionaris geïnformeerd over een aantal projecten waarmee Suriname de afgelopen jaren succes heeft bereikt. Het International Trade Center is een dochterorganisatie van de Verenigde Naties. In dit kader heeft president Santokki ook om ondersteuning gevraagd bij projecten die nieuw zijn voor Suriname. Executive Director Cook Hamilton zal later deze maand een bezoek brengen aan Suriname. Zij heeft onder meer haar waardering uitgesproken voor het belang dat president Santokki hecht aan de agricultuur. De Executive Director zal ook nagaan hoe haar organisatie Suriname kan ondersteunen in de ontwikkeling van local content. Dit laatste is van essentieel belang binnen de gesprekken met internationale oliemaatschappijen. Pamela Cook Hamilton geeft aan beschikbaar te zijn voor Suriname als het gaat om ondersteuning op verschillende gebieden. Zij kijkt uit naar verdere gesprekken met diverse organisaties en personen tijdens haar aanstaand bezoek. De Nationale Assemblée heeft op donderdag 1 september de wijziging van de wet zegelrecht, oftewel de zegelwet, met algemene 36 stemmen goedgekeurd. Hiermee wordt ingestemd met de verlaging van het zegelrecht dat betaald moet worden bij de overdracht van onroerend goed. Het betreft een aanpassing van 7% naar 4%. Bij de overdracht van onroerend goed, casico, grond of perceel, bedragen de totale overdrachtkosten momenteel tussen de 11% en 13% van de waarde. Commissievoorzitter Mahinder Jogi ging nader hierop in. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, we zien nu al een kamerbrede ondersteuning voor de wijziging van de zegelwet. En wat is de wijziging concreet, voorzitter? Voor wie is de wijziging, voorzitter? Voorzitter, wanneer wij nu gaan naar de notaris, ongeacht wie we zijn, we willen overdragen een stuk terrein, betalen we in de orde van 11% tot 13%. Die 11% tot 13% heeft een onderbouwing. Daarvan gaat 7% naar Lanti, daarvan gaat 0,6% naar Glis en de rest gaat naar de notaris. Kosten honorarium. Nu zegt de overheid van luister, die 7% die je aan mij betaalt, hoef je niet meer aan mij te betalen, betaal me 0,5% alleen. Dus het volk heeft problemen en die regering komt in. De regering komt in en zegt, alhoewel ik ook problemen heb als regeringvolk, geef ik jou een korting van 6,5%. Wanneer het gaat om familieverdelingen. In tweede instantie zegt de regering ook van luister, je betaalt 11% tot 13% wanneer het gaat om andere overdrachten dan familieoverdrachten. Daar krijg ik ook 7% zegelrecht. Ik wil je ook daar een korting geven van 3%. Dus die 7% die je mij zou geven bij een normale overdracht, toch? Geef me alleen maar 4%. Dus bij een normale overdracht betaalt die burger dan die 4% die hij nu moet betalen. Die 0,6% voor Glis en de kosten en honorarium voor de notaris. Dan kom je ergens op 9%. En bij familieoverdrachten kom je ergens
op 4-5%, zoals de minister dat ook heeft aangegeven. Daar gaat het om. Een derde wijziging is namelijk wanneer je de onwetend, door, niet door schuld, onwetend hebt verkeerd gebouwd op een terrein dat niet van jou is, van je buurman daarnaast is, dan zegt deze wijziging dat ook daarvoor, als je dat wil ruilen met je buurman, toch, dat daarvoor ook diezelfde regeling geldt, welke geldt voor die familieoverdracht. Dat is de wijziging van de zegelwet, voorzitter. Voorzitter, rest mij nog als voorzitter van de commissie. Ik neem aan dat ik kan praten namens de commissie. En ik denk dat het duidelijk is. We bedanken iedereen voor zijn ondersteuning, voorzitter, en suggesties. En we bevelen aan aanname, voorzitter. Dank u wel. Dan gaan wij artikel 1, woord of stemming. Artikel 2, woord of stemming. Considerans en intitulé, woord of stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? Zesendertig voor. Wie is tegen? Nul tegen. Dan is het wetsvoorstel bij deze met 36 algemene stemmen aangenomen. Op de eerste dag van het African Caribbean Trade and Investment Forum, Active 22, heeft de Afrexim Bank aangekondigd van plan te zijn in de toekomst de Caribbean Exim Bank op te zetten. De Afrexim Bank, wat staat voor de African Export-Import Bank, is de belangrijkste multilaterale financiële instelling in Afrika. De handelsbank die in Egypte gevestigd is, levert financiële diensten aan 50 Afrikaanse landen. Afrexim Bank ziet grote potentie in de samenwerking tussen het Afrikaanse continent en het Caribisch gebied en is daarom ook een van de organisatoren van Active 22. Om deze samenwerking verder te stimuleren, is de bank bereid $700 miljoen te investeren in de Caribische regio. Dit gebeurt zodra er een regionaal kantoor geopend is en vooruitlopend op de opening van de Caribbean Exim Bank. Om commitment te tonen is er reeds een partnerschap agreement ondertekend tussen de bank en een deel van de CARICOM. Op donderdag 1 september 2022 hebben 6 CARICOM-landen de agreement getekend. Het gaat om Barbados, Suriname, Sint Kitts en Nevis, de Dominicaanse Republiek, Sint Lucia en Sint Vincent en de Grenadines. Loterijen en hazardspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering. Vanaf 1997 is er in de branche van loterijen een toename van activiteiten ontstaan. Tegelijkertijd lopen wettelijke grondslagen voor ordening niet synchroon aan de ontwikkelingen. Het voorgaande zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie op donderdag 1 september in de Nationale Assemblée. Het college boog zich over de aanpassing van een viertal wetten die betrekking hebben op money laundering, loterijen en kansspelen. Goedemiddag u allen. Geachte voorzitter, ik groet u met uw geacht college. En ik wil ingaan op vragen en opmerkingen van uw college met betrekking tot de behandeling van de wet casinowezen als mede de nadere wijziging van het wetboek van strafrecht, het wetboek van strafvordering en wet casinobelasting 2002. Als ook ontwerpwet houdende wijziging van de wet toezicht en controle kan spelen. En de ontwerpwet houdende het vaststellen van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen, de loterijwet. Geachte voorzitter, bij de behandeling van de wetsontwerpen in eerste ronde zijn door leden van uw college behalve vragen ook voorstellen gedaan. Alvorens in te gaan op de vragen
zal ik een korte inleiding geven over de ontwerpwetten. Loterijen en hasardspelen vormen een groeiend probleem met betrekking tot money laundering. Met betrekking tot loterijen is vanaf het jaar 1997 een toename ontstaan van activiteiten in deze branche in Suriname. Vanaf die periode werden namelijk door de president aan nieuwe loterijbedrijven vergunning verleend tot het exploiteren van loterijen. Naast de toen door de Nationale Loterij georganiseerde traditionele loterijen, werden nieuwe vormen van loterijen, de elektronische, op de markt gebracht, zoals Lotto en andere nummerloterijen. Bij de exploitatie van deze vormen van loterijen worden gebruik gemaakt van hoogstaande technologische middelen en hulpmiddelen. Dezelfde ontwikkeling heeft zich ook voorgedaan met betrekking tot hasardspelen, zogenaamde casino-spelen. Vanaf 1997 dus zijn er nieuwe casinovergunningen door de president van de Republiek Suriname verleend en is er vanaf die periode een toename van activiteiten met betrekking tot casino-spelen ontstaan. Evenals bij de loterijen worden bij de exploitatie van casino-spelen ook hoogstaande technologische middelen gebruikt, voorzitter. Terwijl de ontwikkelingen in deze sector zich verder voltrekken, zijn de wettelijke grondslagen die de handvatten moeten vormen tot ordening, blijven steken in de tijd of zijn niet synchroon aangepast aan de ontwikkelingen. De instelling van het Toezicht- en Controleinstituut voor Kansspelen geschiedde op basis van een moderne benadering van het kansspelgebeuren in Suriname. Dit instituut, dat een cruciale rol moet gaan vervullen als toezichthoudend orgaan, zal diensttaakstelling ook conform de moderne wetgeving in zaken kansspelen aanpassen. Het is mede tegen deze achtergrond dat de Loterijwet, de wet Hasardspelen 1962 en de wet Toezicht en Controle Kansspelen moeten worden herzien conform de hedendaagse moderne opvattingen ter zake kansspelen en de internationale gangbare maatstaven. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.